De Duivelsberg. Bovenop de Duivelsberg heb je een goed uitzicht over de Duvelt. Zo heet de streek tussen Nijmegen en Kleef. Het is één van de drukst bezochte natuurgebieden van Nederland. Het bekende Pieterpad loopt over de Duivelsberg. De naam Duivelsberg zou afkomstig zijn van Duffelsberg, dat waarschijnlijk weer een vervoeging is van het 14e eeuwse woord duvel of duivel, wat duivel betekent. Dit natuurgebied beslaat ongeveer 125 hectare en is voornamelijk begroeid met loofbomen, vooral de tamme kastanje. De Romeinen, die hier een dakpannenfabriek hadden, namen de tamme kastanjes 2000 jaar geleden mee uit Italië. In afstammeling hiervan zie je in het nabijgelegen Beek-Uppbergen. Het is de kabouterboom. Een meer dan 450 jaar oude reus met een stamomtrek van 9 meter. Er zijn meerdere motten te vinden in deze omgeving. Een motte is een door de mens opgeworpen kasteelheuvel met een gracht en een van houten palen gemaakte muur ter verdediging. Pakweg 1000 jaar na Christus bouwde men de motte Mergulpen. Deze stond op een hoogte van 76 meter. De kleinere motte deed dienst als uitkijkpost. De Duivelsberg eindigt op de grens van Duitsland. Zie hier grenspaal 634a die dat aangeeft. Trouwens, de Duivelsberg was tot 1949 Duits grondgebied. Jawohl! Maar naast de mooie natuur heeft de Duivelsberg nog een andere kant. Een kant dat de naam Duivelsberg eer aandoet. Bijvoorbeeld het verhaal van de gravin Marie Schuster-Hibby, eigenaresse van de villa Huis Wielenberg. Nog voor het echtpaar de villa in 1924 betrok, overleed haar man Heinrich Schuster. De gravin betrapte hem op overspel, vergiftigde en verdronk hem in een kleine ven, de heksenkolk. Haar geest dwaalt hier nog steeds rond. Die man daar met die rare heksenhoed dwaalt hier ook, zeg. Deze heksenkolken bestaan uit meerdere kleine vennen. Ze zijn bijna gitzwart van kleur en in de zomer overspoeld met kikkerdril, wat volgens sommigen een teken van hekserij is. Hier heeft men ook kinderstemmen en orbs waargenomen. Een orb is een lichtbol van een overleden persoon. Zie ik daar nou weer die rare kerel? Tot ver in de 15e eeuw waren hier heksenvervolgingen. De bekendste heks is Catharina Weiler. Ze moest haar eigen kind doden en werd daarna zelf gedood. Maar ze kwam terug. Ze verscheen met haar mond en ogen dichtgenaaid en haar armen vastgebonden. En soms zien passanten haar nog steeds rondspoken. De Duivelsberg wordt hedendaags nog steeds gebruikt voor bijeenkomsten voor Wicca's. Wicca's zijn moderne heksen die op en rond de Duivelsberg de natuur eren. Her en der zie je magische cirkels die zij gebruiken bij rituelen. Maar is dat nu een Wicca? Die man loopt ons al de hele dag in de weg. Kom, we gaan terug naar de bewoonde wereld.